Hoi, welkom weer bij een nieuwe aflevering in een grote woestijn. Het is nog erg donker. Uiteindelijk wordt het wel weer licht, maar dat is wel even een klusje om hier te klaren. De woestijn is mega groot. En wat zijn hier ronde vlakjes? Oké, vol gas als ZR. Tuurlijk. Oh, hier hebben we nog een mooie kunnen uitstappen. Mooi vlakje om nog te vullen. Krijgen we muntjes bij. En ja, een beetje sneller nou, alsjeblieft. wat is dit? Volgens mij kunnen we hier naar pinnen. Zullen we eens kijken? Wauwie, moet je deze lange slurigen zien? En de bovenkant ziet er een beetje uit als iemand die we kennen niet. Nou, dat zeker. Ik wil hier pas in kijken als ik de dingetjes heb. Oké. Wow, oké. Top. Good to know. Ja, dat is het uiteinde van het lid. Het is gelukt. Het was niet makkelijk om hier te komen. We hebben het rode lint gevolgd en toen het blauwe. En we hebben het zwaar gehad en droevige momenten meegemaakt. Dat hebben we zeker. Maar nu we dit gele lint hebben gevonden, lijkt het eindelijk even mee te zitten. Wacht, waar is het uiteinde? Ligt het onder het zand? Oh nee! Oh, wat moeten we nu? Het is alsof we in de zand kunnen gaan, toch? Oh. Wacht, er staat iets op het voetstuk. Ah, ja, ja. Het is niet eens te lezen, joh. Dus, Oké, dat zijn zeker een paar lichtpuntjes, ja. Laten we daar eens heen gaan. Dit voelt echt, wat is dit? Even uitstappen hier. Nou, geen donker. We doen ons best om iedereen te redden. Sorry. Moet je dat eens zien, joh. Nou, je moet je kijken. Deze hele stad lijkt stralen. Oh. Ja, we kunnen nog wel een stukje verder. Wat? Parkeerplaats voor instapmodellen. Nog één plaatje vrij. Ook een innisnusstad, een woestijn en alles voor Snuffit. Misschien heb je een ander naam gehoord, die mag je dan vergeten. Snuffstad, volgens mij zeg ik het verkeerd, maar het ziet er gezellig uit. En het is erg druk, dus hier vinden we vast iemand die mysterieuze letters kan lezen. Dat zal wel. Welkom in Paleis Hotel, Snuffstad, reiziger. Oeh, wat mooi. We hebben hard gewerkt, toch? We hebben niet eens een beetje rust verdiend. Misschien roomservice.
Oh. Wat is dit? Kunnen we dat openen of zo? Oh. Nee. Oh, de fontein. En hier kunnen we het lostrekken. Openen. Oh man, wat is er met mijn golf gebeurd? Mijn fonteinserver begon toch taai te worden. Nou, ga lekker naar je kamer. Surfen is een stuk minder leuk als je een surfman bent. Ja. Ah, happiness. HP hard. Volgens mij heb je de HP zojuist verhoogd, Mario, en lijkt ook wat sterker te zijn. Dat zeker. Welkom, welkom. Altijd een genoeg om nieuwe reizigers te zien. Helaas zijn we op dit moment volgeboet. Ik heb gehoord dat je ook in de woestijn kunt slapen. Kamer van professor. Blijkbaar wel. Joepie, het is gelukt. Zullen we naar binnen gaan? Oh, dit is best wel leuk. Ik wil roomservice bestellen. Moet je dat bed zien? Het is... knies, maar ook knus. Daar zou ik me echt lekker uit kunnen vouwen. Ah, maar we hebben vast geen tijd om te ontspannen. Hmm.
geen idee. Wat is dit? Dat kun je niet lezen. Oké. Okay. Wat leuk. Kunnen je niks in de kamer doen, joh. Sorry, ik was in de war. Is onze kamer op de gaande grond of de eerste verdieping? Aan mijn excuus, we hebben onlangs een aantal van onze gasten van kamer laten veranderen. Oké. Maar ik heb echt het idee dat ze samen met professor werken. Zonder wierook. Nou, dus zijn we dan hier bij die zonne-dingen-achtig iets. Oei, dat is wel erg groot. Erg grote kom. Afmoot, iemand hier houdt wel van een stevig ontbijtje. Oh, wacht, dat is zand. Maar waar is dat ding dan voor? Moeten we misschien eens in neerleggen? Oeh, het begint te roken. Wat heeft die rook een sterke geur? Het ruikt naar een zonnige dagje. Het voelt net alsof we hier heerlijk liggen te zonnen. Oei jee. Oh nee, een zandstorm. Zitten we vast? Ik ben bang, maar wat gebeurt er allemaal? Oh, moet je die stekels zien? Maar dat is niet zo eng. Nou, zeker weten. Een mega cactus. Dit is niet best. Nee. Oh-oh. Nou, snel het gootje dan hier. Oh, ze instappen. Oh, nee. Hoe moest je dat ding daar weer terughalen?
dit vind ik echt niet leuk. Oh, uitstappen. Yay, we hebben het verslagen. Bowie, moet je dan een hoop snippertjes zien daar? Oh, je hebt me gered, je hebt me gered. Je werd opgepeuzeld door een cactus. Hoe was dat? Nou, al had het veel erger kunnen verwachten. Hey. Blijkbaar zijn de oude rituelen op de juiste manier uitgevoerd. Wauw, je kunt heel lezen. Natuurlijk, ik ben professor. In de oudheidkunde. Dat is geschreven in de taal van de verloren beschaving. Mijn leven is gewijd aan het besturen van dit schrift. Oh, we hebben eindelijk een vertaler gevonden. die Olive is wel grappig. Maar voor het begint, wat is de verloren beschaving eigenlijk? Nou, de oude beschaving is een volk van dat lang geleden in dit gebied leefde. Volgens de legende is er nog maar één iemand die de oude beschaving in leven. Ik ben al jaren op zoek naar die persoon. Oh. Dat klinkt erg mysterieus. Daarom was ik ook bezig met het onderzoek van dit altaar toen ik werd veroverd. Kans bestaat dat ik nogmaals word verslonden als ik op eigen houtjes vergaat. Nu jij er bent, kan ik mijn schep gebruiken. En druk op dat. Dit. Oké, top. Goed om te weten. Hey, professor, wat voor me zingen. Liever helemaal nee, wat dacht je van een lezing?
weer een van die lange sleuven. Nou, bij de volgende aflevering gaan we verder met professor en Mario. Dus dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie weer bij een volgende Zandstad aflevering. Alle dingen achter huis en zo. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering.